Breda Nu. Je weet het meteen. Wat is de opzet van dit toernooi? Dit toernooi is echt een breedtesporttoernooi. Dat wil zeggen dat al onze teams in de gelegenheid worden gesteld om tegen teams van buiten wedstrijden te spelen. En dat begint al met de minis vanaf 8 jaar tot en met de recreanten waarin mensen van boven de 50 spelen. En dat verdeelt over 2 hele lange volleybaldagen. Hoe verloopt het toernooi tot nu toe? Nou, het verloopt uitstekend. De sfeer, want dat is voor ons heel erg belangrijk. De sfeer is prima. We hebben hele leuke tegenstanders die goed op het niveau zijn van onze teams, zodat het altijd spannende wedstrijden zijn. En zeker de betere teams die laten toch echt ook prima volleybal zien zo vlak voor de start van het seizoen. U zit hier in de Schare en dat is een nieuwe locatie voor u. Bevalt het het? Ja, dit is voor ons een enorme verbetering. Dat komt omdat het gewoon een hele ruime zaal is, waar we 4 volleybalvelden tegelijk hebben. Bovendien een gezellige kantine erbij. En we waren als vereniging behoorlijk verdeeld over de stad op allerlei plekken aan het volleyballen, waardoor de leden elkaar slecht konden treffen. En ja, bij dit toernooi merk je al van ja, je bent nu echt het verenigingsgevoel aan het ervaren met elkaar. Hoe lang zitten jullie op volleybal? Nu 5 jaar, denk ik. Ja, 5 jaar samen. Waarom heb je besloten om op een volleybal te gaan? Nou, we zaten eerst op dansen en we dachten, nou, dit wordt hem niet echt meer. Dus toen gingen we dingen uitproberen en toen kwamen we achter volleybal. Toen vonden we dat leuk. Dat hebben we samen gedaan. Dus. En toen hadden we snel besloten dat we volleybal echt leuk vonden en toen zijn we erop gegaan. Toen hebben jullie wel eens een ernstige blessure gehad. Ja, ik niet heel erg, maar Demi wel meer. Ja, ik ben een paar keer door mijn enkel gegaan, waarbij de tegenstander onder het net doorkwam. En ik op die voetbal landde, waardoor ik door mijn enkel ben gegaan. En daar heb ik denk wel 4 weken uitgelegen, omdat ik niet kon spelen. Speel je ook veel wedstrijden? Ja, we spelen nu bij de meisjes A en dames 1 elke zaterdag bijna 1 wedstrijd. Ja, hetzelfde. We spelen samen in hetzelfde team. Ja. Wat vind je nou leuk aan volleybal? Ja, je kan dus zeg maar, ja, je kan heel hard aanvallen en dan kan je ook wel al je emotie los. Ja, een teamgevoel ook van, ja, je bent toch wel 1 team samen en dat is ook wel een leuk gevoel. En dan samen wil je proberen te winnen en daar ga je als team voor zorgen. Ik vind het ook leuk. Oké, mijn laatste vraag. Kan jij goed overweg met je trainer? Ja. Ja, toch wel? Ja, ik ook. Ja.
Breda Nu. Je weet het meteen.